En wat gaat er dan in augustus om? Staat in paragraaf 4. En dat wordt zelfs wat dramatischer gemaakt door hem rechtstreeks te laten spreken. En nu wil het niet zeggen dat deze woorden tussen aanhalingstekens de exacte woorden van augustus zijn geweest. Maar het is natuurlijk redelijk dramatisch om dat als een soort toneelstukje te presenteren. Vooral als je begint met gamens. Gamens sub in de voces varias emittebat. Letterlijk staat er, hij stootte verschillende stemmen uit. Dat wil niet zeggen dat hij in allerlei stemmetjes gaat praten of dat hij Ernie en Bert na gaat doen. Hij is namelijk bezig met verschillende meningen, dus dat mag verschillende uitspraken wat je met je stem benoemt. Hij stootte verschillende uitspraken uit en dat doet hij gamens soep in de. Zuchtend stootte hij telkens weer verschillende uitspraken uit. Of telkens weer zuchtend stootte hij verschillende uitspraken uit. Dat telkens weer heb ik hier niet in de vertaling gezet, maar denk maar welke Alberti. Telkens weer raad ik in mijn hoofd en daar enzovoort. Whatever. Hij stootte verschillende uitspraken uit en die uitspraken waren ook nog eens een keertje inter se contraria's. Varia's, contraria's, allebei accusatives bij voces, onderling tegenstrijdig. Verschillende en onderling tegenstrijdige uitspraken uit. Nou, en dan gaat hij praten. En dat is dus inderdaad wat Seneca, keizer Augustus, in de mond legt. Quid ergo, wat dan? Hier in het zuiden zou men zeggen, enne. Augenne. Wat dan? Quid ergo. Ego percussore meum succurum ambulare patiar. Dit, patiar, is een zogenaamde conjunctivus dubitativus. Conjunctivus dubitativus. Namelijk, een conjunctivus is een hoofdzin, hier, patiar. En die ook nog vragend is. Dan kan die conjunctivus twijfel uitdrukken. Wat moet ik doen? Wat zal ik doen? En hier ook, hè, moet ik toestaan? Dus die conjunctivus die pak je iets van moeten of zal ik toestaan? Of moeten is eigenlijk beter. Moet ik toestaan? Dat drukt die twijfel van die uit. Moet ik toestaan? Nou, dan moet ik een ACI toestaan natuurlijk. Moet ik toestaan dat mijn percussorem meum securum ambulare. Nou, dit is een van de eerste woorden die ik zelf in het Latijn heb geleerd. Wandelen. Dat mijn moordenaar veilig rondwandelt. En dan heb ik nog over me solicito. Dit is een soort van ablativus absolutus, terwijl ik ongerust ben. He, met mij ongerust zijnde, terwijl ik ongerust ben. Nou, ergo non dabit poenas. Dabit is futurum, dus B zonder A. Poenas, letterlijk staat daar genoegdoening geven. Zal hij geen genoegdoening zich geven? Zal hij dus niet gestraft worden? Dus genoegdoening geven wordt gestraft worden in de Nederlandse vertaling. En het staat ook zo in de woordenlijst. Wie, nou, qui tot civilibus bellis frusta petitum caput, nof navalibus tot pedestribus preuli is in columne posquem terra marique pax parata est non occidere constituat sed emulare. Dit is een pièce de résistance. Hij, die. Want hier die qui, dat is uiteindelijk degene die gestraft wordt. Zal worden. Hij, die. En dan ga ik op zoek naar mijn werkwoord. En het werkwoord dat is hier constituat. Hoe zie ik dat? Nou, hier staat geen enkel werkwoord in. Hier ook niet. Hier ook niet. Hier begint het met postquam. Dus begint hier een bijzin, in die relatieve bijzin. En dan kom ik hier mijn eerste hoofdwerkwoord tegen. Hij die besluit om non occidere sed emulare. Nou, die besluit iets te doen om niet te doden, maar om te offeren. Op zich blijft het nog een beetje onduidelijk wat er aan de hand is als je daar niet een leidend voorwerp bij pakt en als je daar niet op een gegeven moment de achtergrond bij kent. Hij die besluit om niet te doden, maar om te offeren. Nou, wat dood of offer je? Dat is een accusativus. En dat is in dit geval die
petitum caput. En bij dat petitum caput hoort ook nog in columne. Caput is onzijdig, dus petitum hoort daarbij. In columnis betekent ongedeerd, dus in columne is daarvan een onzijdige vorm enkelvoud. Ik heb het even opnieuw geordend, zodat ik mijn leidend voorwerp ertussen kan zijn zetten. Nou, ik zet het ertussen. Die het aangevallen ongedeerde hoofd. Waarom deze twee en dit even grijs gemaakt? Nou, dit is een bijzin, die heb ik straks pas nodig. Ik heb nog alleen over in deze zin dan tot civilibus bellis frustra, tot navalibus, tot pedestribus proiliis. Ik zie hier tot staan, dus dat komt iets van een opsomming. Ik zie hier een aantal keren een ablativus staan. Dus er komt hier wat van een bepaling. En dan trek ik die bij dat petitum in eerste instantie. Die besluit om het in zoveel, want dat is tot, en tot wordt niet verbogen, in zoveel burgeroorlogen aangevallen, ongedeerde hoofd. Niet te doden met de offeren. Nou, ga ik verder. Het in zoveel burgeroorlogen aangevallen. En in zoveel zee en zoveel voetgevechten ongedeerde hoofd. Dus dit poiliis, dit trek je zowel bij pedestribus als bij navalibus. Dus in zoveel zeegevechten en zoveel voetgevechten ongedeerde hoofd. Pak ik er nog bij frustra, want die was ik al vergeten net. Die besluit het in zoveel burgeroorlogen vergeefs aangevallen. Hoofd. En in zoveel, dan komt een mail binnen trouwens hoor ik, en in zoveel zeegevechten en in zoveel voetgevechten ongedeerde hoofd, dan wordt namelijk gewoon zijn eigen hoofd mee bedoeld, het hoofd van Augustus, niet te doden maar te offeren. Post quam terra marique pax parata est, nadat de pax, de vrede, bereid is, terra marique. Op aarde en op zee. Dit is een vaste uitdrukking. Hè? Te land, ter zee en ik hoor je zeggen en in de lucht. Maar het is geen tros, helaas. Hier staat alleen maar te land en ter zee. Wel, helaas. Gelukkig is het geen tros. Laten we het daarop houden. Ja. Tobbe dansen, dat doe je maar in je vrije tijd. Hier hebben we het over Latijn. Nadat de vrede op aarde en op zee bereid is. Nou, blijkbaar heeft Augustus vrede gebracht. Is al een aantal keren aangevallen in de burgeroorlog, op zee, in voetgevechten. Dat is allemaal, hij is ongedeerd gebleven. En dus die kenner die heeft besloten om hem niet te doden, maar te offeren. Waarom te offeren? Dat staat in die laatste zin. Want het had hem behaagd, placuerat, prachtige Nederlandse constructie die vaak gebruikt wordt voor de koningin. Het heeft de koningin behaagd. Nou, hier het had hem behaagd om hem offerend ad oriri aan te vallen. Dus met andere woorden, hij was wel van plan hem te doden. Hij was wel bereid hem te doden, maar dan wel op een bepaalde plek, namelijk terwijl hij aan het offeren was. Dus als het ware als een soort offerdier op het altaar af te slachten. Dat is wat er aan de hand is. Dat is het plan. Dat maakt het extra dramatisch. Dat is ook een soort van pathos die er daardoor in komt. En dus dat gaat over wat die kenner van plan was. En deze zin is inderdaad redelijk lastig. Dus vandaar dat ik er wat langer bij stil ben blijven staan. En dan komt zo meteen wel weer 5.